iedereen welkom in deze nieuwe video van Polestar. Ik ben het speciaal aan het doen hier. Ik ga het even laten zien. Dus dit is de livestream. Momenteel, de live. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Nee. Wat is dit? Zie je? Dat is wat er nu op TikTok gebeurt eigenlijk. Dus dat vind ik wel leuk eigenlijk. Het is een beetje een staking. Er wordt zoveel haat gegeven. Ik ga er niet hierover ingaan, maar dat ik dat beslist heb. Het is momenteel ook licht is aan het sneeuwen. Het mag wel meer zijn, dat blijft liggen. Zodat we eindelijk iets een sneeuwman kunnen maken eigenlijk. Dat zou wel heel tof zijn. Ook foto's maken met de konijnen. Dat zou ook wel heel tof zijn als het mogelijk zou zijn. Maar daarvoor moet het wel eerst blijven liggen. Anders dan zal het heel moeilijk zijn om zoiets te gaan doen. Dus dat is sowieso. Mijn eten er even uitpakken. Zodat mensen kan eten. Voor de rest gaat het eigenlijk allemaal wel zeer goed. Zal ik het even uitpakken. Ja. Dus ja. Ik zeg het. Veel staat in het programma vandaag. Dus valt er ook niet veel te doen. Maar dat moet ook niet altijd veel zijn. Ik zie die hier zetten om het te pakken. Eens kijken wat van allemaal wordt gezegd live. Momenteel zijn er wel kijkers, dus dat is wel niet, hè. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Maar die ga ik er gewoon zo in leggen, de konijnen, denk ik. Dat is beter. Zo. Wow, we blijven hangen achter de knop. Zo, dan nog de andere. Zo. Daar woont de poes, zie je? Daar is de poes. Namelijk is daar. Dus nu heb je dat hetzelfde gedaan. Wat is er? De eerste sneeuw voor Snuffel en Muffin. De eerste sneeuw dat ze zien. Ze hebben dat nog nooit gezien eigenlijk, de eerste sneeuw. Dus ja, ik vind het wel leuk. Zo zijn ze buiten, ze mogen naar binnen komen natuurlijk. Zeg wel, kom. Kom naar binnen. Het is natuurlijk koud, hè. Ze hebben dat nog nooit niet meegemaakt, die kou. Ik zeg, het heeft ook nog nooit gesneeuwd, het is de eerste keer. Dus kom Snuffel. Kom. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Zo. Ik ben namelijk nu in het kleine parkje. Je kunt zien, en hier is echt heel veel sneeuw. Je kunt het heel goed zien. Dus. En op. Is het wel leuk eigenlijk. En hier zijn de eendjes. Namelijk. Die zijn hier in het water. Even aan het zwemmen. Zodat je kan zien. Wel tof eigenlijk. En dit is echt de omgeving. Alles. Al sneeuw. Ik vind het wel leuk eigenlijk dat het nog gesneeuwd. Want mijn petekindje heeft nog nooit sneeuw gezien. Dat is de allereerste keer. Dus, en dat vind ik ook wel leuk dan. Ik hou ook wel van sneeuw. Maar ik ben niet zo van koud. Snap je? Dus dat is dubbel. Als je erdoor moet, is dat natuurlijk wel niet zo leuk. Maar het is erbij natuurlijk. Hè. Dus ja. Ik ben ondertussen live ook op Instagram. Dus ja. Dat doe ik ondertussen ook. Maar ik vind het wel leuk eigenlijk dat het nog eens goed sneeuwt. Ik ga die mensen even in mijn zak steken. Hallo, Lisbeth. Dus dat is wel leuk eigenlijk.
Omdat je dat ziet, als je een voetstap hebt, is dat wel leuk om dat eens te zien eigenlijk. Ik ga straks nog foto's maken ook, dus het is wel tof eigenlijk. Ik ben even weg geweest en dit is het resultaat ondertussen. Van voor zal ik ook moeten strooien, dus dan ga ik straks kijken waar de strooisout staat om van voor te gaan strooien. Belangrijk, want ik wil wel dat de mensen veilig op de baan kunnen. Hopelijk vond je dit een leuke video, zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.